Het streekfeest in Reek kende dit jaar twee kanten. De eerste twee dagen verliepen vlekkeloos en met veel enthousiasme. Onder de titel Willempiesdag werden op de zondag ook de Koninginnedagactiviteiten onder de noemer van het streekfeest geplaatst. De laatste dag van het streekfeest zou een hoogtepunt moeten worden, maar de werkelijkheid was anders. Vanwege het drama in Reek werd het streekfeest afgelast en werd Reek in rouw gedompeld. Dan zien jullie er allemaal prachtig uit. En wat hebben jullie je fiets ontzettend mooi versierd. En wie heeft jou zo mooi gesminkt hier? Weet jij dat nog? Nee? Jullie zien er prachtig uit. Mensen, we staan hier bij een koningslinde. En de koningslinde, er was al heel vroeger was er een boom waar de mensen van dachten dat hij heel veel goede dingen kon doen. En je kunt het nou niet zien, maar als de blaadjes er straks aan zitten, moet over een maandje maar eens terugkomen, dan zul je zien dat de bladeren die hebben een vorm van een hartje. En wat weten we van hartjes? Niks. Weet jij helemaal niks van hartjes? Nee. Jongen, hartjes die hebben te maken met liefde. Dus de mensen vroeger, die dachten als we nou bij zo'n boom staan, en ik vraag mijn vriendinnetje om te trouwen, dan doen we dat onder zo'n linde. En dat had te maken met die hartvormige sfeer. En daarna, toen het iets later in de tijd was, toen dachten ze dat het een heel belangrijke boom was. Omdat de rechters en zo, die spraken dan daar het recht uit. En later nog, toen er koningen en koninginnen kwamen. En daarom zijn we volgens mij hier. Hè. Jullie hebben allemaal ook hele mooie t-shirtjes aan. Sommigen met de koningsspelen erop. Hadden ze gedacht, bij elke belangrijk moment rond de kroning, hè, als er een wisseling is van een koning naar een koningin of een koningin naar een andere koningin, dan planten we een boom. En die boom die noemen ze de koningslinde. En omdat het dus over twee dagen er weer een dag is dat wij de koningin, we gaan afscheid nemen van de koningin en dan komt er een koning. Wie weet hoe de koning heet straks? Vertel jij eens. Willem-Alexander. Willem-Alexander. En zijn vrouw, weet je ook hoe die heet? Ja, heel goed. Ja, die heet nu nog Prinses Maxima. En straks, hoe heet ze straks? Koningin Maxima. En hoe heet de koningin die nu dadelijk weggaat? Zeg het eens. Beatrix. Beatrix, heel goed. Nou, en omdat dat dus gebeurt, wordt er een boom geplant. Nou, die hebben ze hier een paar dagen geleden geplant. En omdat ik dan burgemeester ben, mag ik met jullie hier de boom inwijden, heet dat volgens mij. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het veel leuker als jullie dat doen. En nou wil ik eigenlijk de jongen met die slang, die kom jij maar eens even naar voren. Hij heeft een slang op zijn hoofd, niet schrikken. Het is gewoon een jongen die waarschijnlijk bij je op school zit. Kijk eens, voor jou heb ik een prikker en jij mag dadelijk de rode ballon doorprikken. Dat meisje met die rode haren, gewoon omdat ik mensen met rode haren ontzettend leuk vind. Kom jij maar eens even naar voren. Mag jij dadelijk de witte ballon doorprikken? En dan zoek ik nog iemand. Nou, dat doen we maar even zo. Ja, nee, die mevrouw die mag even. Durf jij hierheen te komen om ook te helpen? Kom maar eens even. En welke ballon hadden we open? Jij had volgens mij de rode. Jij de witte. Dan hou ik een blauwe ballon open. Dan kom maar eens even hier, dan mogen jullie de openingshandeling doen. En dat is een soort van reeks vuurwerk gaan we ervan maken. Cool. Ja? Dus ga maar eens even bij je eigen ballon staan. Kun je erbij? Kan iedereen erbij? De boom is nog te jong om en dus moet ik jou even tillen. Nou, dan ga ik de microfoon wegdoen. Want volgens mij staat er zo wel op. Schrik niet. 1,
en twee en... Nou jongens, dan is hij hierbij geopend. Yay! Hey. Lijken op te lichten, de dag is duizend keer zo mooi. Als jij er met een lach doorheen komt lopen, laat me nog eens even naar je kijken. Niemand is zo mooi als jij. Met een lach die zelfs de zee doet wijken, maak je alle harten. Hartelijk welkom hier op het Streekfeest in Reek. Mijn naam is Guus Weitzel, ik ben de voorzitter van de Stichting Evenementen Reek. En wij hebben alweer voor de vijfde keer achtereenvolgens het Streekfeest georganiseerd. Gisteravond zijn we begonnen met een geweldig feest hier in de tent. Met optredens van Dear World, Memphis Maniacs, Feest DJ Ruud en onze eigen DJ Jules. Het was een geweldig feest met een volle tent, een hele gezellige sfeer. En het publiek heeft het ook geweldig gevonden, want dat hebben we al uitgebreid kunnen zien aan alle reacties op Twitter en Facebook en noem maar op. Nou, we gaan hier nog een aantal dagen door. Vandaag ook vieren wij de Oranje Spelen. Normaal is dat natuurlijk altijd op Koninginnedag, maar nu vanwege de troonswisseling doen we dat vandaag. Nou, je ziet het is een prachtige dag ervoor. Klein beetje koud, maar als het zonnetje doorkomt is het heerlijk. Er zijn weer heel veel kindjes die van alles en nog wat aan het doen zijn. Dus ja, we hebben er zin in en het gaat hartstikke leuk hier. We'll be right back.